Mijn rug wordt uitgerokken, maar dit werkt niet. Doe nog eens. Zo moet ik jou hoesten, Ivo. Ja, ze moet, dan gaan we hier zo omheen doen. Wacht, ik kan het ook eens proberen. Ja, doe eens. Zo. Oké. Dan moet je. Ja. Hey. Ja. Ik hoor het. De chiropractor is zo. Hier. Wat een lekker begin van de vlog is dit, zeg. Ja. Zo. Ha. Oh ja. Hey mensen, top die jullie bekijken. Welkom bij deze rugkraak vlog. Nou ja zeker. En niet alleen rugkraak vlog. Het is zo. Mijn hoofdkraakdag. Jazeker, want ik heb net alweer een heel eind zitten puzzelen over welke kleur de fume extractor. Is dat een rookafzuiger? Ja, welke kleur die moet worden van de tank. Jazeker. Die is nu natuurlijk zandkleurig. Maar die was oorspronkelijk waarschijnlijk een andere kleur. Ja. Oké, laat het even zien. Ik geef hem door. Ja, de rookafzuiger. Wat is het dan? Dat is dit, hè. Kijk hier. Is het dikke stuk aan het eind van de loop. Ja, en die waren best wel vaak in verschillende kleuren geschilderd. Waarschijnlijk om aan te geven bij welke unit het voertuig hoorde. Nou is natuurlijk de vraag, welke kleur was hij dan? Nou, ik heb hier foto's. Hier staat hij tentoongesteld. Dit is ook echt deze tank die hier staat. Dan zie je ook de steen. Hè? De steen. En je ziet dit. Dat voorste stuk is leger groen. Maar ik denk dat hij daar oorspronkelijk niet was. En de reden is, dit hele boek doorgelezen. Ik heb heel internet afgegraven, maar ik heb nergens een foto gevonden van ook maar één type 69, behalve dan deze die, waar ik net de foto van liet zien, waarbij dat die verdikking groen is. Nou, kan ik verklaren waarom dat die groen is, want kijk wat ik hier heb bijvoorbeeld. Dit zijn type 69's, vandaag de dag in Irak. Misschien was het een paar dagen geleden. De foto staat er al wel langer op. Maar dit is in ieder geval ruim na de golfoorlog. En wat zien we? Die zijn inderdaad legergroen. Maar die zijn legergroen, want er zit namelijk een hoes overheen geschoven. Zie je? Dat is een zak. Die zit er overheen. En dat is om te voorkomen dat er stof en vuil in de schietbuis gaan komen. Het zou best kunnen zijn dat toen ze het ding buiten maakten, dat er misschien nog wel op zat of zo. En dat ze, dat was groen. Dus hebben ze dat naar de rand wel groen geschilderd. Want ze hebben het ding natuurlijk, toen hij tentoongesteld stond, hebben ze hem meermaals over geschilderd. En weer een keer een beetje opgeknapt en weer gefatsoeneerd en weer een keer geschilderd. Dus ja, de kleuren zoals hij stond toen hij tentoongesteld was, dat is nou niet de beste referentie, denk ik dan. Maar goed, welke kleur moet hij dan zijn? Heb ik gekeken. Hier zie ik dus verschillende kleuren. En je ziet het al. Geel meestal. Of rood. Ook een unknown unit. Maar goed, ik heb ook een echte foto gevonden. Ja, meer oranje eigenlijk. Maar je ziet het. Een hele herkenbare kleur. Ik ken eigenlijk een foto trouwens. Hè, met een brandende oliebron op de achtergrond. Maar deze is dus meer een soort van oranje-achtig. En gele. Ja, er zijn er heel veel geel. Kijk, bijvoorbeeld deze foto. Je ziet het, geel met een streep erop. Het is wel echt heel kenmerkend. Wat ik wel leuk vind eraan, ook aan die kleur, is dat het een helemaal geen camouflagekleur is. Het is echt eigenlijk een opvallende kleur. Het is eigenlijk raar dat je dat doet. Maar daarom ook wel heel kenmerkend, denk ik, voor die voertuigen uit die tijd. Dus ik denk ook dat we echt gewoon, of gewoon echt geel met zo'n witte streep moeten doen. Of dat rood. Ik vind dat rood vind ik ook wel. Heeft ook wel iets om. Er zitten ook niet die bevestigingen voor die flappen aan. Zie je dat? Die heeft nooit die schorten gehad. Hier zit ook geen gatenpatroon in. Daar kan je het eigenlijk al meteen zien. Hè? In deze flens boren ze dan gaten. Waar dat het voorste flapje aan zit. En hier zitten inkepingen in het spatbord. Waar dat dan die scharnieren zitten. Moeten we er een poll over maken over dit of zo? Of gaan we het gewoon schilderen? Gaan we nou gewoon besluiten welke kleur het is en gaan we dan die kleur maken? Wat vind jij, Tom? Wat denk ik?
tussen ja, rood of geel. Maar geel is het meest voor de hand liggend, dat ik dat was. Want de meeste zijn geel, met een witte streep. Ja, je hebt een heel mooi boek. Ik zou gewoon daar een beetje rondkijken welke dat je het meeste ziet. Het boek heb ik al echt helemaal gelezen al. Ja. Dat heb ik alles al gezien wat daarin staat. Ik hoopte natuurlijk dat we ons voertuig zouden zien, maar dat was niet. Maar ik heb ondertussen wel ontdekt dat er ook nog een boek is met voertuigen die door de Fransen zijn buitgemaakt. Wie weet. Misschien is er wel gewoon een ongelukkige foto van deze tank daarin gestukt. Ja. Of misschien was hij eerst in eerste instantie door de Fransen buitgemaakt en toen aan de Engelsen gegeven. Je weet het niet, hè? Je weet het niet. Tof foto's trouwens, hè, dit. Kijk hier dan. Dit is dus nadat de oorlog is afgelopen en dat is dus in Kuwait volgens mij zijn deze foto's genomen. Dus dit is echt, dit is 1991. En zit het mooi, hè? Kijk, hier staat allemaal materiaal wat ze dan hebben buitgemaakt ook. Ik weet niet wat voor dingen dit zijn, of zo van kamonachtige dingen. Kratjes, daar gaan ze daarop zitten en gaan ze een concert geven. ja, dat is echt. Klik, kijk, zie je dat? Geweldige foto's, ook met een doedelzak erbij, zie je dat? Jammer, daar zou je toch een video van moeten. Kijk hier dan, toch prachtig dit. Fume extractor trouwens. Misschien wel interessant om even te vertellen wat er eigenlijk voor is. Dus. Kijk wat. Hallo. Ja, sorry. Twee dagen waren het seks in de boom. Ben je weer afgeleid? Is het zo. zo is zo erg. Je moet echt een keer voor negen zoeken, jongen. Want... Kanons lopen en alle rare dingen die erop kunnen zitten. Nou, we hebben natuurlijk verschillende. Daar kunnen verschillende uiteindes op zitten. Je hebt natuurlijk gewoon kanonslopen, die zijn gewoon pop, helemaal recht. Dat is gewoon een lange buis. En daar komt dan het projectiel uitgevlogen. Dan heb je er nog, die hebben zo'n soort van puist hier aan de voorkant. En dan zitten van die neusgaten zo aan de zijkant eraan. Dat is niet hetzelfde als dit, want dat is een mondingsrem. Je kunt je voorstellen, op het moment dat de kanon wordt afgevuurd, dan krijg je natuurlijk een boel rook. En die rook die blijft natuurlijk eigenlijk in die schietbuis hangen. En op het moment dat jij dan aan de achterkant dus, als die huls plop eruit valt, dan komt er nog een stoot rook mee in de gevechtsruimte. Nou, dan zit het natuurlijk toch al fijn gezellig daar met je kameraden te stinken en te zweten. En dat je daar liefst niet bij wil hebben, is nog een hele grote rookwolk die elke keer uit de kanon komt. Nou, daarom is dit ding. Daar zit een soort van kamer in en die kamer zorgt eigenlijk dat die rook mee uit de loop gezogen wordt. Dus eigenlijk wat er gebeurt op het moment dat het projectiel de loop verlaat, dan zorgt dit ding dat die rookwolk die in die schietbuis hangt, dat die eigenlijk mee naar buiten wordt getrokken. En zodat je niet zoveel rook in de gevechtsruimte krijgt. Dus daar is dat ding voor. En ik zou zeggen, als ik het fout heb, dan zeg het vooral in de comments. Maar dat is zover dat ik het heb begrepen waar het ding voor is. Nou ja, in ons geval is het ding er helemaal niet meer voor, want het ding zit gewoon gigantisch in het pad als we de tank willen verplaatsen. Het is een heel lompe, lange lantaarnpaal die overal tegenaan zit elke keer. Maar goed, hij hoort natuurlijk wel op. En hij moet wel een kleurtje hebben, dus dat is eigenlijk het voornaamste. Oké, okay. Zo ver wat betreft de fume extractor. Ja, ik heb nog even contact gehad met Les. Dat is een Engelsman. Die heeft een aantal van die 69's mee buitgemaakt en mee teruggebracht naar Engeland. Ik denk, ik zal het hem eens even vragen of dat hij misschien nog weet welke kleur dat die rookafzuiger was. En hij zei, ik heb er eigenlijk geen gezien die een kenmerkende kleur had. Hij zei, meestal waren ze gewoon woestijn camouflage ook. Dus laten we hem gewoon voor nu nog even in deze kleur. En dan totdat we misschien nog tot andere inzichten komen. Voorlopig is hij al woestijn camouflage. Dus dat is mooi. Hey, maar we hebben natuurlijk ook meer schilderwerk om te doen. En dat is natuurlijk dit. Daar hebben we natuurlijk gisteren allemaal heel mooi die zwarte vlakken voor geschilderd. Maar dan moeten natuurlijk nog Arabische cijfers inkomen. Dan heb ik hier dus het hele rijtje. Nou, hier ging het nog over, hè, over die punt, dat dat waarschijnlijk een 0 is. Dat zou natuurlijk kunnen. Het is wel gek dat het Irakees dit wel als een punt zag. Maar ja, maakt niet uit. We schilderen het gewoon op dezelfde manier erop. En of het nou een punt of een 0 is. Het zal wel. Ik ga wel even deze. Ja, ik heb deze erbij. Dus dat ik toch een beetje weet hoe dat die cijfers eigenlijk horen te zijn. Dus ik ga een beetje een mengelmoes zoeken tussen dit en dat. Het kan goed dat dit in Engeland een keer opnieuw overgeschilderd is, dat nummer. Omdat natuurlijk
Vooral met van dat witte, van die de Berlijn en zo. De kans is groot dat het toch een beetje afbladdert in de loop der jaren. Want ja, zo was hij toen hij bij ons was. En de achterkant zo, dat was gewoon een zwart vlak. Er zat helemaal niks meer van het wit op eigenlijk. Dus ja, dat valt er gewoon af en er blijft niks van over. Oké, nou goed, laten we het erop gaan zetten. Dan kun je natuurlijk meteen met verf erop kwarken. En dat is natuurlijk heel vervelend als je net niet lekker uitkomt. Dat is verstandig om eerst even gewoon een krijtje, of in dit geval een stukje speksteen. Dat is ook een soort krijt eigenlijk. En gewoon eerst die cijfers erop te krijten en dan daarna in te kleuren. Yes. Plop. Zo. Goed. Eens even kijken. Ziezo, nou, hè? Ik denk dat een echte Arabier wel ziet dat dat niet door een Arabier geschilderd is. Tenminste, door iemand die Arabisch kan. Maar het ziet er wel Arabisch uit, vind ik zelf. Het is wel goed. Kijk, hier hebben we ook, hè? Hier dit nummer. Deze was best wel rechthoekig allemaal. Die was best wel meer als een soort van blokletters erop gekwarkt. Dus die heb ik ook een beetje weer in dezelfde stijl er terug opgezet. Ja, en hierachter natuurlijk, maar daar heb ik eigenlijk helemaal geen foto's van hoe dat het eigenlijk was. Maar ja, dat zal hetzelfde nummer zijn als wat er voorop staat, denk ik dan. Dus dat heb ik hier nog een keer op gezet. Ja. En nou is het wachten tot de rode verf binnenkomt, want ik moet daar nog een rood driehoekje schilderen aan die kant. Dus, maar ja, die is er nog niet. Ja, dat is een beetje jammer. Er is ondertussen wel een ander pakketje binnengekomen. En er staat heel groot op voor de tank, dus... Aangezien we nu toch met de tank bezig zijn, laten we het dan meteen even openmaken natuurlijk, hè. Wat stond dit op de deur? Ik hoop dat het de juiste is. Oh nee, joh! Ja, ik dacht het al. Ja. Gewoon een relais? Niet. Ja, dat is hem gewoon. Ja, zei hij. Kijk hier dan. Niet. Dat is gewoon het echte relais. Dat is spannend. Zo joh, er staat verder geen afzender op of zo. Het is gewoon een mysterieuze... Ja, er staat helemaal... Zo, nou joh. Hey. Zit er geen brief bij of zo? Nee, helemaal niks. Er staat alleen mijn adres op. En er staat, ik hoop dat het de juiste is. Zo joh. Nou, dankjewel. Ja, dit is hem. Hier, dat is de RP5. Dat is gewoon een goeie. Voordat we deze nou gewoon in één keer er even in gaan zetten en gelijk overal spanning op gaan zetten. Misschien heel eventjes kijken wat voor wijze aanpak dat hij ermee heeft. Ik bedoel, we kunnen maar één keer afvikken natuurlijk. Zou echt eeuwig zonde zijn. Zo. Ja, dankjewel. Nou zeg. Dit is mooi, hè? Ja. Zo, we zijn echt alle kleine details in orde aan het maken. Net de belettering gedaan, dan komt gewoon het juiste relais komt gewoon binnen. Dankjewel hoor. Dat is echt heel tof. Ja, je had dan een voorgevoel, hè? Maar ik had dit echt niet verwacht. Want we zijn daar echt, ik ben daar natuurlijk best wel naar op zoek geweest. En stonden hier en daar wel echt allemaal heel ver weg en zo te koop. Maar niet echt veel allemaal Rusland en zo. Ik denk, daar ga ik nou eens even niks bestellen. Dus, goh. Gelijk even meten natuurlijk, hè. Tussen 1 en 2 zat die, geloof ik. Nou, kijk. Ja. Ja, deze boeien eigenlijk niet. Die zijn voor. Dit zijn volgens mij de voornaamste. Dus 1 en 2 en 3 en 4. Deze zijn volgens mij voor de gyroscoop. Die hier zitten. Er zit een spoel tussen 1 en 2 en 3 en 4. En volgens mij zijn dat zijn degenen die het moeten doen. Je kunt natuurlijk even het schemaatje erbij pakken. Dat heb ik hier liggen. Hier staan de waardes. Even tussen pin 7 en 8. Dat zoveel ohmen zou hem op 20.000 moeten zetten, dan zitten we goed toch? Kijken. Ik kijk nou even naar het andere relais wat ik heb. Dit is het oorspronkelijke. Even kijken wat die voor waardes geeft. Kijk, want deze, ik meet hier tussen pin 7 en 8 wel degelijk die weerstand. Dus
Dus 3 en 4. Dus 1 en 2. Ja, daar hebben we niks. Dus 1 en 2 hadden we bij deze niks. Deze ook. Ja, die wel. Maar tussen pin 1 en 2 is eigenlijk de spoel die zorgt dat die schakelt. En die andere, 7 en 8 en ook 5 en 6, want die staan in serie gekoppeld. Dat is eigenlijk de terugkoppeling. Dus deze, van deze is hier blijkbaar eentje stuk. En deze is heel. En die is heel. En deze is ook stuk bij deze, geloof ik. Het lijkt erop dat bij het nieuwe relais, dat daar ook een wikkelingsstuk is. Ja, het is natuurlijk niet voor niks dat die dingen heel makkelijk uitwisselbaar zijn. Hè? Dat je ze gewoon met zo'n hengseltje gewoon gelijk eruit kan halen. Het is volgens mij gewoon een kwetsbaar onderdeeltje wat dus makkelijk kapot kan gaan. Dat is gek. Oké. Zal ik hem eens openmaken? Even inkijken. Misschien zien we wel iets. Misschien... Het ziet er wel allemaal gewoon heel erg netjes uit. Er zitten helemaal geen draadjes aan deze pinnen. Kijk, hij heeft alleen deze. Ja, dat eigenlijk gewoon het frame in contact en zo. Die worden in een veelvoud toegepast om verschillende soorten relais te maken. Je hebt hier de schakeling zelf hier. Die is in dit geval monostabiel. Dat wil zeggen dat hij in één positie blijft staan als hij niet bekrachtigd is. Je hebt eigenlijk kan twee kanten op. Maar er is dus er ook eentje, die is bistabiel en die heeft eigenlijk maar twee posities. Deze kan ofwel neutraal, dan maakt hij geen contact, ofwel daar staan of daar staan. Dus heeft hij eigenlijk drie posities waar hij in kan staan. Op het moment dat hij niet bekrachtigd is, staat hij in het midden, is monostabiel. Dan is er eigenlijk een ding wat precies hetzelfde is, maar die is dan bistabiel en die heeft twee standen. Dus die kan ofwel daar geschakeld staan of naar die kant geschakeld. En... Dan heb je hier nog een grote variëteit in verschillende spoelen die hierin kunnen zitten. Die vervolgens die schakelaar laten bewegen eigenlijk. En ja, daarvoor hebben ze dus hier een hele assortiment aan pinnetjes. Die al dan niet kunnen worden gekoppeld aan de spoel die hier zit. Dus de schakelaar op zich kan anders zijn. Maar ook die spoel die kan heel verschillend zijn. Dus uit deze spoel komen nu bijvoorbeeld 4 draadjes uit die naar deze 4 pinnetjes gaan. En bij de spoel die wij hier hebben, daar komen dus 8 draadjes uit. En die gaan naar die voorste 8 pinnen die je ziet. Maar die RP5, is wel het juiste relais. Dat is wel degene die we eigenlijk moeten hebben. Maar ik snap niet waarom dat dan die andere pinnen er niet bij zijn. Volgens mij is hij wel... Het is niet dat ze per ongeluk een RP4 of zo... omgetoverd hebben naar een RP5. Zullen we een plaatje vervangen hebben? Kan natuurlijk wel. Het is toch echt wel heel bijzonder dit. Ik ga de geleerde even raadplegen. Daar is hij! De Bohr Evacuator of de Fume Extractor of de rookgasafzuiger. Ja, ik vroeg me toch af hoe dat ding nou precies werkt eigenlijk. Ging ik even googlen, kwam natuurlijk op Wikipedia. Kreeg een doorsnede te zien waar ik echt helemaal niks aan had. Het werkt helemaal, dat was zeg maar nagels over een schoolbord. Ik denk, hoe kan dat nou werken? Dan hadden ze dus hier, die boring loopt gewoon door de loop. En er zaten hier aanboringen naar deze kamer. Dat is een kamer, dat hoor je ook. Maar blik. Terwijl deze grote stalen buis, de schietbuis, loopt daar doorheen. En er zitten dus aanboringen en hier ook. En dan zie je het projectiel zo in animatie zo de loop gaan. Hierachter, hier is het projectiel, hierachter zit dus druk. Hè? Dat is dus het rookgas. Dat is de druk eigenlijk die ontstaat doordat je een boel kruid laat ontploffen of ontbranden. Nou, vervolgens gaat het projectiel hier. Dan zit hier dus een aanboring en dan gaat die druk die gaat voor een deel in die kamer die hier omheen zit. Nou, daarna dan gaat het projectiel hier voorbij en dan zit dus hier nog een aanboring en dan gaat die druk zo weg. Ik denk, dit is allemaal heel leuk en aardig, maar hoe dan? Want dat kan toch niet? Want die druk gaat ook even goed gewoon weer langs die kant weg. Zodra het projectiel voorbij is, gaat hij ook weer die kant op. Ik bedoel niet dat die lucht denkt van, oh ja, we moeten daar eruit, want er staat een pijl geschilderd aan de binnenkant of zo. Dan laten we die kant op gaan dan. Nee, zo werkt dat niet natuurlijk. Ben ik nog even voor jullie verder gaan zoeken, want ik kan natuurlijk niet uitstaan als ik dat niet weet eigenlijk. Hè. Dus heb ik hier een doorsnede van het hele gebak.
Dat is dan hetzelfde ding, hè. Kijk, daar zit hij. Dikke Janus. Het is niet precies hetzelfde type. Maar het principe zal altijd wel hetzelfde zijn. Nou, hoe werkt dat nou dus dan? Ik zal hem even ergens vlak neer. Oh, nou weet je wat? Leg hem hiervoor. Dus wel even zo. Kijk. Ik heb ook een projectiel, hè. Zal ik even wachten? Ik pak een magneetje erbij. Oké. Nou, kijk hier. Daar is hij dan. Onze doorsnede. Ik heb hier ook een bijbehorend projectiel. Van de juiste diameter. Dit is duidelijk een fin stabilized. Dat te zien, hè, van die ribbeltjes. En dan discarding sabot. Het stuk valt eraan. Boeiend. Het is in ieder geval ons projectiel. Gaan we afvuren. Die zit hier. En dan vervolgens zit er een springstoflading achter. Oké, die ontploft. Boom! De ding gaat zo. Die gaat, wordt weggestuwd, hè, doordat hier het druk, de gasdruk achter zit. Komt die vervolgens hier. En op dit moment dan pauzeren we het eventjes. En dan zie je hier zitten aanboringjes aan weerskanten. Dat zijn hele kleine gaatjes. Die druk, een deel van die druk die in de schietbuis zit, die gaat hier langs, zo, pssst, hierin, in dit kamertje. En die gaat vervolgens hier. En hier zie je een bolletje getekend. En dat is gewoon een terugslagklepje. Dus dat gas gaat hier zo, pssst, hier naartoe. En deze kamer wordt gevuld met druk. Nou, ondertussen, de projectiel gaat verder. Die druk die blijft hier hetzelfde. Deze druk wordt ondertussen lager natuurlijk, want je ziet het projectiel gaat naar buiten. Dus dit expandeert eigenlijk. Nou, en op een gegeven moment, op het moment dat hij dan hier voorbij is, dan zie je, hier zitten weer aanboringjes. En dan kan in één keer de gas, wat dus hier zit, dat gaat vervolgens, ja, dit is als één ding getekend, maar dit is natuurlijk, er staan met elkaar in verbinding, dan kan dat gas hier eruit. Dus dit projectiel, dat schiet hier naar buiten. En dan, je ziet dus een klein aanboringje. Dus dat heeft even tijd nodig om eruit te gaan. Dus wat er eigenlijk gebeurt is, het projectiel gaat eruit, plop. En dit gaat zo, pssst. Die blazen gewoon nog even die kant op. En je ziet het, die aanboringen zijn zo gepositioneerd dat de gas onder druk die kant op blaast. En dan, ja, dan genereert hij eigenlijk een luchtstroom in de schietbuis. En daardoor zuigt hij eigenlijk het rookgas wat hier zit, dat zuigt hij eruit. Dus hij zuigt eigenlijk een beetje lucht zo uit de gevechtsruimte en zo door de schietbuis. En dan blaast hij hier naar buiten. Dat is dus hoe het werkt. Het is eigenlijk een heel super simpel ding. Het is echt gewoon hier een paar terugslagkleppen, een kamer waar die druk in wordt opgevangen. En dan hier een aanboring waar dan vervolgens de gas langs ontsnapt. Ja, en ik denk ook dat het helemaal niks uitmaakt dat die... Ja, als de projectiel bijvoorbeeld hier is, dan zie je dan is dit al, die is al nog open eigenlijk. Dus deze zou al een beetje beginnen te blazen misschien dan, maar volgens mij maakt daar helemaal niks uit. Ik denk dat het projectiel sneller is. Voordat die druk opgebouwd is, ja, want dit is ook een aanboring. Waarschijnlijk in de tijd dat hij hier onderweg is, begint die druk hier op te lopen. Maar ja, die druk loopt natuurlijk wel heel snel op, hè, dit. Want hij moet wel, deze kamer moet wel volledig onder druk zijn als dat projectiel, voordat hij er voorbij is eigenlijk. Want anders dan heeft het ook geen zin natuurlijk. Ja. Huh. Ja, het is jammer, deze is helemaal verinnerweerd. Anders had het mooi kunnen demonteren en kunnen laten zien dat het ook echt zo is. Ja, dat gaat niet, want sowieso die buitenkant die is vastgelast. Kijk maar, hier kon je hem uit elkaar schroeven, maar hier is hij helemaal dichtgelast. Ja, en ook die aanboringen kunnen we ook niet meer zien, want... Er zit ook een prop aan het einde van de schietbuis gelast. Die zit 5 centimeter naar binnen, waardoor je hem eigenlijk niet zo goed ziet. Maar dat kunnen we ook niet meer zien. Dat is dichtgelast. Ja, jammer. Oké. Ik ga hier nog even wat details aanbrengen. Want we gaan natuurlijk dit stuk niet schilderen. Maar dit ga ik nog wel een beetje verder schilderen. Wat ik namelijk heb gezien is, we hebben dit natuurlijk nou wel heel mooi zandkleurig. Maar wat ik op de foto's zag, was dat dit eigenlijk vooral zilver was, die voorste ring, het binnenste stuk. En natuurlijk ook die ribbels die erin zitten. Dat is eigenlijk om te zorgen dat het projectiel gaat draaien. Hè. Dat is een soort rifled, hoe noemen ze dat in het Nederlands eigenlijk, weet jij dat? Jij weet veel van wapens altijd. Ja, ik denk gegroefde loop. Zou het dat gewoon zijn? Voor wel, ja, dat durf ik even niet te zeggen. Je hebt natuurlijk gewoon een gladde loop. Dus gewoon een gladde buis van binnen. Maar je hebt dus ook eentje, die heeft van die groeven. En die groeven die staan eigenlijk een beetje in een soort van draaiing zijn die aangebracht.
Dan zit er rond het projectiel zit eigenlijk een afdichtingsband. Dat is meestal een zachter materiaal. Het vormt zich naar die groeven. Dat kun je ook zien als je ooit nog eens een keer een projectiel uit de oorlog vindt. Daar zie je meestal zo'n koperen ring omheen zitten. En daar zitten allemaal van die streepjes in. Dat zijn eigenlijk de streepjes van het profiel aan de binnenkant van die loop. En de functie daarvan is om het projectiel eigenlijk om zijn as te laten draaien. Dus die begint eigenlijk te spinnen. En daardoor is hij stabieler in de lucht. Dat is eigenlijk het doel. Maar ja, ik wil eigenlijk die toppen van die groefjes, die wil ik voor een stukje, het eerste kleine stukje wil ik een beetje zilver maken. En het voorste stuk ook. Dus we gaan hem even afplakken. Ik heb een potje zilver al bij en dan komt dat vast goed. Oké, dan. We hebben nog een aantal beschadigingen. En die wil ik eigenlijk even ook accentueren. Dus eerst gaan we die zwart maken. Kijk, hier is een schampschot. Dat waren ze wel echt allemaal, denk ik. Oh ja, als we ze nog tegenkomen, dan schilderen we ze dan wel. Ik kijk met iemand die hier een paar kogelgaten in schiet. Zo bam, bam, bam. Oorspronkelijk zaten hier ook kogelgaten in die kist. Alleen dat was niet veel meer. Special paint. Brusje, hè? Draaibrusje. Nu eigenlijk met kwast. Het is wel grappig, want bij het beletteren wil je juist best wel dunne verf hebben eigenlijk. En dat er best wel flink verf aan je kwast zit, zodat je een mooie egale streep kan maken. Maar dan met dit pak ik eigenlijk juist, ik pak steeds met het roerstaafje pak ik vanaf de bodem pak ik zoveel mogelijk pigment. Smeer ik dan een beetje uit op de roerstok, zodat we echt iets wat drogere verf hebben. En dan smeer ik eigenlijk met de kwast, dan maak ik hem wat droog, dat er eigenlijk niet veel meer aan zit. En dan kun je hem dus net door hem zo te kwasten, dan zie je dan... Raakt hij eigenlijk vooral de toppen van het materiaal en die zwarte putjes en zo, die worden niet direct gevuld.
daarmee ook eerst die zwarte onderlaag eronder gezet en dan krijg je een beetje zo. Of het, ziet het er enigszins wat echter uit. Het stuk blinkend materiaal hier is echt gewoon van het projectiel zelf. Is die echt uitgesmeerd? Er zit er gewoon aan vast gesmolten. Ja, deze schamschoten die zijn waarschijnlijk allemaal van de Irak-Iran oorlog 1982-1988. Ik denk niet dat de coalitietroepen zoveel hebben geschoten op die Iraakse voertuigen zonder ze uit te schakelen, denk ik. Dat was waarschijnlijk gewoon one shot, one kill. Dus dat is, dit zijn allemaal schamschoten. Zouden we de laatste nog vergeten daar? Nu was nou onze rode verf, hè? Onze rode verf is niet geleverd volgens mij. Dat vind ik wel een beetje jammer dit. Even kijken hoor, of dat hij nog in nalevering staat. Er is gewoon iets misgegaan met bestellen. Hij staat nog in de winkelwagen. Ziezo. Nou mooi. Dat scheelt. Dan hoeven we niet eerst te gaan kijken of het stiekem in de brievenbus zit. Want hij zat nog in de winkelwagen. Dat is logisch dat hij niet in de brievenbus zit. Oké, eens even kijken waar we dan nu nog verder mee gaan. Het is natuurlijk toch al stiekem alweer... even nadenken. 4:15. Misschien is het ook wel gewoon goed om eens eventjes de laatste dingen te benutten om op te ruimen. Ja, en we hebben natuurlijk nog ons relais liggen ook, hè. Daar ga ik over nadenken en dan denk ik dat we die morgen gaan aankoppelen. Laten we dat nou niet nog gauw even op de valreep gaan doen. Dat is een mooi dingetje om te bewaren voor vanmorgen. Maar voor de kijkers dus na het weekend. Volgens mij is het vrijdag als wij dit opnemen. USSR, natuurlijk. Unie Socialistische Sovjet-Republieken. Ja, de rode verf. Ja, die hebben wij hiervoor nodig. Het onderkantje van het driehoekje, dat moet nog rood worden gerold. Maar ja, dat kan helaas nog niet. Maar voor de rest is het schilderwerk eigenlijk wel klaar nu. Dus dat is een goede zaak. Het is weer een hoofdstukje afgerond. Het is fijn dat dit alweer klaar is nu. Dus ik denk dat we misschien volgende week... Ja, we kunnen natuurlijk wel beginnen met het... uiteraard dat relais. Dat moeten we even gaan testen. Even kijken wat daarmee gebeurt. En aan de binnenkant hebben we nog wel het een en ander te doen. We moeten sowieso de binnenkant nog echt goed schoonmaken. Daar is al een begin mee gemaakt, maar het is nog niet helemaal klaar. Bijvoorbeeld de vloerplaten moeten er ook weer terug in. Die staan hier nou aan de kant. Zijn net achter de kruiwagen. Ja. Dus die moeten er ook allemaal weer in. We hebben natuurlijk ook nog de bestuurdersstoel. Dat is ook een... we hebben natuurlijk een stoel zelf gemaakt. We hadden een zitting. We hadden geen zitting meer. We hadden alleen het framepje nog met die veren. Dat die omhoog kan, zodat de bestuurder uit boven het luik kan zitten eigenlijk. Nou, daar hebben we een soort van grasmaaier of een heftruckstoel op gezet. En dat werkte prima. Alleen nou heb ik nadien een originele T55 stoel weten te vinden. Dus het onderkantje, het framepje is net iets anders. Maar de zitting daarvan is eigenlijk wel zoals dat die zou zijn in de type 69. Dus ik wil eigenlijk van die twee stoelen één maken. Dus het frame pakken van de 69, dus het originele frame. Maar dan dat heftruckstoeltje eigenlijk vervangen voor die T55 stoel. Die moeten we dan sowieso restaureren. Dat ding is ook eigenlijk met een hoop roest. Dus moeten we het demonteren, stralen, die onderdelen mooi van een verfje voorzien. Ook weer bekleden. Nou, dat komt goed uit, want we hebben nog een paar meer zittingen die we moeten bekleden. Er zitten bijvoorbeeld in de koepel zitten ook nog een paar stoeltjes. Die hebben we nu nog niet bekleed gehad. Dat was allemaal nog steeds een stalen zitting. Hier ligt er een. Inderdaad, ja, heel juist. Klopt. Ja, voor de commandant en voor de schutter. Ja, voor de lader heb ik helaas geen stoeltje erbij. Dat is nog een ding, die staat nog op de verlanglijst. Die hebben ze weggesnijd. Dat is een demontabel stoeltje. Er zitten eigenlijk aan de die blikken platen van de koepelrand zitten vier oren trouwens. Want je kunt het stoeltje verhangen en op een andere positie ook weer hangen. Het heeft er natuurlijk mee te maken omdat die lader, als die aan het werk is, dan staat hij natuurlijk. Dus dan klapt hij dat stoeltje helemaal opzij en dan kan hij dus gewoon zijn werk staan doen.
Nou ja, die zouden we eigenlijk ook nog een moeten zien te vinden. Maar ja, helaas, die hebben we tot nog toe niet. Maar we kunnen wel die andere zittingen allemaal netjes gaan bekleden en zo. Dus dat is ook al werk wat nog moet aan het interieur. Nou ja. Ja, en dan hebben we natuurlijk het motorruim. Hè? Het motorruim moeten we nog een keer even goed uitdrogen. Je kunt het nou niet zien, zit het folie ligt er nog in. Maar de motorruim staat nog een beetje water in, een beetje vettigheid en zo. Dus we moeten nog even helemaal goed uitpoetsen, zodat het echt helemaal klaar ligt om daar een motor in te leggen. Ja, en dan de motor, dat zal een project worden. Daar gaan we echt van de zomer mee aan de slag. Dan willen we eigenlijk alle V12's die we nu hebben, die kunnen lopen. We hebben er nog eentje, die moeten we nog laten lopen. Dus dat zouden we eigenlijk eerst alles moeten doen. Vermoedelijk zit daar ook de brandstofpomp van vast, want dat is eigenlijk bij allemaal het geval geweest als ze langere tijd stil hebben gestaan. Dus je moet weer eerst gangbaar maken, eerst een keer laten lopen, zodat al die motoren dat die het al hebben gedaan, zodat we ze makkelijk kunnen starten. En dan kunnen we ze meenemen naar DSP. En dat is eigenlijk het idee om ze gewoon één voor één, ik denk dat dat best is, dat we een opstelling maken waar dat we de motor op kunnen vervoeren, maar waar ook gelijk de olietank en alles bij zit. Zodat we eenmaal bij DSP, dus we gewoon met een heftruck eraf kunnen scheppen. Dat ze hem bij de motorrem kunnen zetten en dat ze hem makkelijk kunnen aansluiten. Dus we moeten alvast even kijken wat voor soorten flenzen dat er eigenlijk op moeten zitten. Zodat het echt plug and play is. Zodat we hem gewoon eigenlijk heel makkelijk op de tegen kunnen schuiven. Ding opstarten, aan de tand voelen en kijken hoe goed het is. En dan kunnen we kijken welke motor dan het beste is. Dan denk ik dat we die erin moeten gaan leggen. Dan kunnen we natuurlijk de motor die helemaal is opgeknapt. Ik verwacht eerlijk gezegd niet dat dat de beste is die erbij is. Dus ik denk dat die er niet terug in gaat. Tenzij het verschil heel klein is. Maar als die inderdaad niet het beste is, dan ga ik die apart erbij houden. Dat is sowieso mooi ook. Dat is leuk als je dingen eigenlijk op display neerzet. Dan heb je de tank met daarbij de steun. En dan ook de motor zoals dat hier eigenlijk erin had moeten zitten. Er los bij. En dan hebben we gewoon een standaard V12 erin gemonteerd. En dan is hij ook gewoon goed bruikbaar. Zo, als er een keer een evenement of een show gereden moet worden, dan kun je hem ook gewoon makkelijk inzetten. Ja, dat eigenlijk. Nou goed, het is een heel verhaal. En ik denk eerder dat we dat allemaal af hebben, dan zitten we echt al ergens een beetje aan het eind van de zomer, schat ik. Dat stiekem is er best nog wel werk. Vooral die motor ook weer inbouwen straks. Dat is ook wel een klus van een aantal dagen. Dus. Maar het begint wel heel erg overzichtelijk te worden. Ja. Nu gaan we lekker live voor Patreon. Oh, we zijn al live waarschijnlijk. Waarschijnlijk is het al voorbij als je dit zit te kijken natuurlijk. Hè? Jammer, heb je het weer gemist? Hartstikke gezellig. Wil je daar nou een keer bij zijn? Ja, dan klik even op de link in de omschrijving. Kom je op onze Patreon pagina. Dan kun je lid worden. Kun je en het YouTube kanaal steunen. Dus dat is natuurlijk mooi. Hè? Dat is eigenlijk dat moet eigenlijk de hoofdreden zijn. Maar daarvoor doen we ook wel een aantal dingen terug. Dus we hebben natuurlijk elke vrijdag een livestream. En je kunt natuurlijk een keer langskomen bij de werkplaats. Achter de schermen meekijken. Of misschien juist een keer meehelpen. En natuurlijk tijdens de livestream bespreken we ook allerlei zaken zoals ze eraan komen en zo. Dat we bijvoorbeeld potentiële projecten hebben en dan hebben we het ook met mensen erover. Dus dat is altijd leuk, een boel achtergrondinformatie. En natuurlijk ook de Discord server. Hè? Dus je bent ook in de gelegenheid om met andere Patreons te chatten eigenlijk. Dat is best een hechte community geworden en dat is echt super tof. Die doen ook echt een heleboel hier achter de schermen en zo stiekem. Er worden best wel wat dingetjes geregeld. Dus allemaal ook hartstikke bedankt daarvoor natuurlijk. Hè? Want dat is heel erg tof. Dat is best wel vaak. Dan zijn ze gewoon bezig met hun eigen project. Ben ik ondertussen hier ergens in de werkplaats bezig. En dan ben ik daar niet zo heel erg bij betrokken natuurlijk. Maar dat wordt wel heel erg gewaardeerd. Dus. En natuurlijk jullie allemaal voor het kijken. Hè? Uiteraard. Want zonder kijkers dan houdt het sowieso op. Dus sowieso bedankt voor het kijken naar deze video. Een prettig weekend. En tot de volgende.